Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We zitten achter een koufront met opklaringen, maar van het noorden uit drijven ook wel weer nieuwe wolken over het land. En misschien dat er in het uiterste noorden van het land vanochtend een enkele bui valt. Maar ik denk dan met name aan de Waddeneilanden. Verder komen ze nog niet. Temperaturen lopen na een koude start op naar 6 tot 8 graden. En vanmiddag komt daar nog iets bij, dan wordt het 9 of 10 graden. In het zuiden houden we de meeste zon, in het noorden wat meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui. Maar veel stelt het allemaal niet voor. Vanavond neemt de kans op lichte neerslag in het noorden wel wat verder toe en zien we de bewolking ook weer dikker worden. Het blijft in het zuiden het langst helder, met daar uiteindelijk ook de laagste minima in de nacht een graad of twee, morgen oplopend naar 7 graden. Buien van het noorden uit. In Limburg blijft het tot tegen de avond droog. En 7 tot 9 graden bij een matige tot krachtige wind. uit een noordwestelijke richting in de kustgebieden. Ook zondag vrij veel wind, vooral in de kustgebieden en enkele builand. inwaarts vaker droog, 7 tot 10 graden. En na het week einde lopen de temperaturen waarschijnlijk weer iets op. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.